Zeker. Wij zijn Tom, Robin en Amadeus. Wij zijn drie kritische studenten van de klim. Zeg man, ik heb gehoord dat er daar een serieus probleem is. Op de klim? Ja. Goh, Tom, weet jij iets meer over dat probleem? Het blijkt een erg vaag probleem te zijn. Maar dan zit er maar één ding op, zeker? Onderzoek? Op naar de klim. Ai. We bevinden ons op de loopbrug van de Ark, het departement lerarenopleiding van de klim. Het gebouw dateert uit 2002, is erg milieubewust en modern. Het is gebouwd voor de opleiding van de leraren van morgen, in dienst van onze samenleving. Maar er is ook een duistere zijde. Vele studenten en bezoekers. We bevinden ons op een van de meest gehate plekken van de klim. Een helse afdaling. Of de treden nu te hoog, te laag, te lang of te kort zijn, dat is de vraag. Laat het ons even wetenschappelijk bekijken. Veelvoudige metingen en berekeningen hebben we dus onze trap kunnen vatten in een grafiek, zoals hier op het bord aangegeven. We zien dus dat wanneer we de oppervlakte van 1 trede berekenen, dat we uitkomen op een oppervlakte van 6486 vierkante centimeter. Als we dit in de algemene trapformule gieten, bekomen we een hellingsgraad van om en bij de 30%. In theorie zou dit een correcte trap zijn, perfect bruikbaar. Praktijk leert ons echter iets heel anders. We gaan nu aan enkele dagelijkse gebruikers wat vragen stellen over hoe zij deze trap ervaren. U bent ook student aan de klim? Ja. En hoe vaak neemt u de trap? Dagelijks. En wat vindt u van deze trap? Ja, ik zit op de klim. Dan moet je klimmen op de trap. Ja, inderdaad. We staan hier bij Dieter Philips, student geschiedenis chemie aan de bacheloropleiding secundair onderwijs. En we gaan hem wat vragen stellen over de fameuze trap van de Ark. Nu Dieter, hoe vaak gebruik jij de trap hier? Ja, ik gebruik die zo 4-5 keer per dag. Maar echt handig vind ik hem eigenlijk niet. Want ja, die tredes die zitten zo ver van elkaar dat je eigenlijk om de 2 tredes moet nemen. En als je om de 1 trede neemt, ja, dan staan die tredes veel te laag. Dus ik vind hem eigenlijk echt niet handig. Ja, en wat zou je er misschien aan veranderen? Hem gewoon weglaten of een andere trap bouwen die veel korter is. Of de lift nemen, dat gaat natuurlijk. Oké, ja, dat is duidelijk. Wat is uw naam? Anxiri. En wat doe jij hier op deze school? Ik volg hier leraaropleiding. Ik doe Nederlands-Latijn, dus ik kom hier dagelijks op school. Jij komt hier dagelijks op school. En wat vind jij nu van de trap hier in de Ark? Ik vind dat een heel ambetante trap. Echt een kuttrap eigenlijk. Die is niet goed gemaakt, denk ik. Ik vind die trappen zijn te laag. Die zouden hoger moeten zijn. Ik neem meestal 2 trappen tegelijk. Dan ben ik sneller boven, maar ja, ik vind het echt een irritante trap. Oké, dat is duidelijk, denk ik. Hoe vaak neemt u de trap? Ik neem het toch zeker 4, 5, 6 keer per dag. En wat vindt u van deze trap? Ik vind het een heel gevaarlijke trap. En waarom? Ja, de trap dient eigenlijk om te onthaasten, want oorspronkelijk is dat met de architect zo afgesproken dat het een trap is om zeker niet snel te lopen. Ja. Maar ik heb de indruk dat door de tredes zijn heel breed, dat het net gevaarlijk is om 2, 3 tredes tegelijkertijd te nemen. En ik ben toch al een paar keren bijna gestruikeld. Ja. En wat zou je dan veranderen aan de trap? Ik zou de trap volledig uitgooien en gewoon een normale trap, dus met de juiste tredes en met de juiste afstanden, zou plaatsen. Ja. Om ongelukken te voorkomen. Ja.
Dank je voor uw antwoorden. Zo man, dat was er wel iets hè, op de klim. Amai. Ja, laten we het eerst wetenschappelijk bekeken. Dat bleek eigenlijk geen vuiltje aan de lucht te zijn. Maar toen het de mensen vroegen, vonden allemaal een vreselijke trap. Ja, er was zelfs een meisje dat zei dat ze het een kuttrap vond. Ja, maar die laatste vrouw, zei die niet iets? Die had een speciaal trap. Ja, het blijkt dus een onthaastingstrap te zijn. Onthaastingstrap, wat en dat wil zijn? Wat is daar het nut van die onthaastingstrap? Ja, zodat wij trager omhoog en omlaag kunnen gaan. Maar ik denk dat we het allemaal over eens zijn dat veel nut er niet in zit. Enkel goede keren. Ja. Dus, wat besluiten we? De onthaastingstrap liever kwijt dan rijk.